We zitten hier na afloop van de cd-presentatie van de Twelbaar Blues Band op het podium bij het Bluescafé in Apeldoorn. En naast me zitten in ieder geval de eigenaar van het Bluescafé, althans de huurder van het Bluescafé in Apeldoorn. En Jan Kersenboom is zijn naam. Jan, zitten we hier voor het laatst? Nee, absoluut niet. Want je hebt een klein verschil met de fiscus. Ja. Zij kunnen niet tellen of jij kunt niet tellen. Eén van twee. Maar je bent in ieder geval veroordeeld tot het achterstallige innen van 16.800 euro. Omdat jij gedacht hebt dat er gaan niet zoveel liters uit een liter dan de fiscus denkt dat er uit een liter gaat. Nee, nou zij kunnen dus niet rekenen. En ik wel. Ik heb 25 centiliter glazen. En we hebben een test gedaan met een man of 20. Ik heb de Belastingdienst uitgenodigd. Ik heb de rechter uitgenodigd. Jongens, kom op. Kom jullie lekker kijken van hoeveel glazen gaan er nou uit een liter. Ik heb niets te verbergen. Je kunt het zwart of wit zien. Maar er werd gezegd door de inspecteur, daar doe ik niet aan mee, want er kan mee gemarchandeerd worden. Nou ja, dan zak je de broek af. En als je dan weet dat, dat er gesignaleerd is dat, ik heb het zelf gezien, de eerste zitting, Belastingkamer Arnhem, dat er een inspecteur samen met de rechter zit te lunchen, op dat moment ben je al kansloos. Maar wat houdt het voor jou praktisch nou in? Want je hebt kennelijk een rechtszaak verloren. Het is nou betalen of balen. Nou, ik heb 160.000 euro betaald. Middels een forse hypotheekverhoging. Een huisje wat eigenlijk een appeltje voor de dos zou moeten zijn voor de oude dag. Maar dat mocht niet van die meneer. En nu blijft er 16.000, het is exact 16.450. Dat blijft over. Hoe ga je dat oplossen? Dat ga ik oplossen middels een benefietconcert. Wat de tweede week van september plaats moet gaan vinden. Een benefiet op van vrijdag op zaterdag, de Blues. Waar Bas Paardenkoper, Flavium, al gezegd hebben dat ze meedoen. De Blues Kings uit Groningen overigens ook. En van de zaterdag op zondag een prog rock night. Met de Steel Breeze, met Mangrove. Overigens zit daar een belastinginspecteur in. Dat vind ik wel een hele grappige. Bijzonder goede band trouwens. Night of the Progs. En ik hoop daar elk wind bij te krijgen. Maar ja, nou zit het even. Ik bedoel, je hebt 200 gigs per jaar. Je doet ontzettend veel voor de blues. Je geeft in ieder geval een podium aan de bluesartiest. Maar je hebt nog wel het probleem dat je het voor 2 juni op moet hoesten. En jouw benefiet is in september. Dus je moet even een of andere belastinginspecteur zo gek zien te krijgen. Dat die zegt van nou, we wachten wel 3 maanden. Ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Maar het is natuurlijk zo dat op het moment dat zij een executieverkoop houden. Dan, wat gaan ze dan verkopen? Er staan hier 10 krukken. 2 tafels, een aantal stoelen. En die zijn 16 jaar oud. Denk je dat er iemand belangstelling heeft voor die, ik noem het zelf, oude meuk? Nou, ik moet zeggen, het Openluchtmuseum in Arnhem zou er misschien nog interesse in kunnen hebben. Maar echt waardevol oogt het allemaal niet. Nee, exact. Dus daarom ben ik er ook niet zo bang voor. Daar komt bij dat er inmiddels zoveel steunbetuigingen zijn. Ook van mensen die zeggen, jongen, kom op, we gaan je helpen. Want wij willen dit niet laten gebeuren. En die bedoelen dan inderdaad door met geld op tafel te komen. Van joh, ik heb het liggen. Ik doe er niks mee. Hier, alsjeblieft. Zo zit de zaak ervoor. Maar ik wil gewoon, ja, een voorstel. Je zou toch op zijn plaats zijn. Want stel je nou eens voor als een belastingdienst 16.500 euro te goed heeft. Na 160.000 euro geïnd te hebben. Is dat niet zo dat ze dan op een gegeven moment kunnen zeggen van nou, hoeveel heb je bij elkaar? Nou, ik heb 6.000 euro bij elkaar. Kun je daar een deal mee maken? Het lijkt me logisch. Ik ben geen fiscalist. Nee, ik ook niet. Nee, dat blijkt. Ah, ja, het schijnt dat jouw inboedel nog minder waard wordt op dit moment. Ja, ze zijn er nu mee aan het gooien. Ja. Maar goed, dit zijn spannende dagen. Laat ik dat zo zeggen. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar het is natuurlijk wel zo dat deze zaak die een slepende zaak is. 10 jaar oud gaat het over volgens mij. Vanaf 2002 ongeveer. En dat heeft gelopen tot begin 2009. En de grootste klap is natuurlijk al opgehoest. Het was jarenlang met een zwaard van de Damocles boven mijn hoofd. Maar dat is allemaal gelukt. En nu blijft er slechts 16.000 over. Dus als dat kleine achterstandje weggewerkt is, dan kun jij weer met plezier en met veel plezier hier de mensen van de blues laten genieten. Sterker nog, ik heb nog steeds plezier. Ook nu. Wij gaan het volgen in ieder geval. We zijn bijzonder benieuwd hoe het afloopt. En, maar ja, je smile is er niet minder om. Dat heb ik in ieder geval gezien. Ik ben nog steeds heel blij. Maar ik ben ook nogmaals heel blij met mensen die zo'n adhesiebetuiging hebben. Die hier met een brommetje voor stoppen van Jan, hoe kan ik je helpen? Nou ja, dat vind ik super. Dat vind ik heel mooi.
berichten op Hives, berichten op de mail. Een bericht van Bert Belsma over hoe Jan de Akkerman over het Bluescafé denkt. Ja, dat doet me heel veel genoegen. Daar ben ik blij van. Het is leuk om te horen, dus we zitten hier of een van de laatste optredens in het Bluescafé, Apeldoorn, ik weet, of het is een frisse en nog een montere doorstart om nog mooie dingen in de toekomst te gaan doen. En dan met de nadruk op het laatste. Bedankt Jan.